Een goede hoest van Olivia. Goedemorgen, het is 11? 12 oktober, woensdag, mamadag. Ik zit hier met mijn laptop hier, want ik heb net wat werk gedaan toen Olivia sliep. Wat wilde ik vertellen? Ik wilde in ieder geval de vlog opnieuw beginnen. Nee, ik wilde de vlog openen, dus laten we daarmee beginnen. Nou ja, zoals je net al hoorde dat Olivia moest hoesten, dat is eigenlijk de afgelopen 2 weken ons ding geweest. Ik heb heel veel last gehad van mijn keel. Olivia heeft heel veel last gehad van hoesten. Koorts gehad, ziek, nou eigenlijk gewoon ziek geweest. Verkouden nog steeds. Ik ben nu aan de betere hand. Olivia ook, maar ja, dat duurt gewoon iets langer bij die kleintjes. En dat is eigenlijk de reden dat ik niet echt mijn vlogcamera oppakte. Dus ik denk dat jullie een week missen in wat ik gevlogd heb. Maar in principe vlog ik niet hele weken natuurlijk. Vaak heb ik een dag dat ik heel veel vlog. En dat is dan de vlog. Dus het is niet zo erg, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed weet wat ik vandaag moet vloggen. Want ik ben een beetje aan het opruimen. En hierna ga ik naar mijn tante. Mijn tante die heeft Olivia nog niet ontmoet. Die heeft zelf geen auto. Dus ja, de tijd vliegt gewoon zo snel. Dat ze vandaag appte en zei, ik heb even langs vandaag tijd. Dus ik ga vandaag even langs. Maar ja, om dat dan weer te vloggen, dat is ook zo gek, hè? Ik heb wel de hele tijd vlogs terug zitten kijken van mijn zwangerschap. En dat is echt zo leuk. Ik denk dat ik heel vaak die zwangerschapsvlog terug ga kijken. Ik ga nu even de boel opruimen tot ze wakker wordt. Ze slaapt inmiddels wel al 1 uur en 10 minuten. Dus daar ben ik erg trots op. Dit is trouwens mijn favoriete, maar die is uitverkocht. De Dry Food Peach Lassi. Heerlijk is die. Maar die is uit de collectie. Dat was een zomersmaakje. Dus dit is het laatste doosje wat er was. Denk ik. Die ga ik lekker drinken. En dan, ik denk vandaag niet echt een hele bijzondere dag is om te vloggen. Maar misschien ook wel. In mijn zwangerschapsvlog vlogde ik dus letterlijk alles. Gewoon als ik net, nou ja, het had ook allemaal met mijn zwangerschap te maken. En nu, ja, waar heeft het mee te maken? Met mijn leven. Maar is mijn leven zo interessant dat ik dat moet vloggen? Dat is dan een beetje mijn struggle. Nou ja. Laat het vooral even weten in de comments. Wat voor dingen je leuk vindt om te zien. Vinden jullie het wel leuk als ik mijn huis opruim of niet? Vinden jullie het wel leuk als ik jullie op pad meeneem en daar ook meer dingen vlog? Laat het me echt even weten. Want ik ben een beetje radeloos. Een goedemorgen. Camera ga neerzetten terwijl ik omkleed. Ja, in mijn bikini denk je, wat is dit nou weer? Het is Dreamhack weekend. Dreamhack weekend. Dus ik dacht, dat gaan we weer vloggen. Superleuk. Van de week keek ik op mijn stream ook naar de Dreamhack vlog van 2019. En het is wel grappig hoe dat nu dan dus veranderd is. Aangezien ik nu begin de dag met baby zwemmen. En toen vond ik het vroeg dat ik 7 uur moest opstaan. Nu was ik ook gewoon om 7:15 wakker. En dat was uitslapen. Omdat Olivia pas om 7:15 wakker werd. Maar goed, we gaan dus nu eerst baby zwemmen. Wat ik overigens niet ga vloggen. En dan gaan we naar Dreamhack. Let's go! Het zit er weer op. Het baby zwemmen was erg leuk. Olivia is in een coma gevallen daarna. Zo slaperig wordt ze ervan. Zoveel energie kost het. Deze is er ook. Nu ga ik me dus klaarmaken voor Dreamhack. En daar heb ik een heel makkelijk trucje voor. Ik doe namelijk in mijn vingers knippen en dan ben ik klaar. Let op. Ik weet niet of ik op hetzelfde plekje stond. Dus ik weet niet of het gelukt is, deze overgang. Mijn kini zit nog wel op hetzelfde plekje. Ja. Nou, ik heb mijn haar gekruld. Ik moet ze nog even uit doen. Maar dat doe ik altijd als ze helemaal afgekoeld zijn. Dus dat doe ik waarschijnlijk als ik uit de auto stap. Dus we gaan nu naar Rotterdam. Let's go. Oma. Mommy is heel druk, want we zijn de regelen hier.
op de Dreamhack. Nick was gekomen. Die staat nu daar ergens. We hebben 5 gamepasses weggegeven. Morgen ga ik ook nog 5 gamepasses weggeven. En ja, het was echt leuk. Maar morgen wordt het natuurlijk veel leuker, want dan komen er echt zoveel meer mensen. En nu gaan we even een rondje lopen hier op Dreamhack. Ik hoop dat je mij een beetje kan horen trouwens, want het is best wel veel achtergrondgeluid hier. Maar we gaan, jullie gaan het zien wat we dadelijk allemaal gaan doen. Wow! Let's go! Nee, maar er zitten een soort plastic ballen verstopt. Die zijn doorzichtig. En die kasten binnen. Right. En er zitten lintjes in, sommige breken uit elkaar. Dus het zijn wat kleinere ballen. Okay. Als je die vindt, win je prijzen. En je mag er gewoon in duiken. Ja, niet duiken. Duiken? Nee, want dan we weten allemaal wat er dan gebeurt. Ja. Dat gaan we niet doen. Die heet olifant in de porseleinkast. Oh, oké. Okay. Ja, dus zo wil ik gewoon rondstampen. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zeg heel veel succes. Mijn collega. Ja. Zijn de dingen die kwijt kan raken? Zijn ook zo'n loodje kwijt. Die is teruggevonden. Ja. Vol disclosure. Nee, ik heb niks van de kapot. Waardigheid, ja. Ik had nog wel een smartphone bij me net. Heb je die toevallig gevonden? Art briefjes van 20? Oké. Ga ik zo even kijken. Alright, Mattia, ben je er klaar voor? Ja. Dan zeg ik in 3, 2, bijna 1, go! En daar gaat ze, olifant in een porseleinenkast. Dit zien we ook bij meerdere kandidaten voorbij komen. Ze heeft er eentje. Doorzoeken! Er zit er meer in! Nee, dat is gewoon de bal. Dat is gewoon de bal. Zijn er meer van, volgens mij. Oké, daar gaan ze. Let's go, ja hoor. In de hoeken, niet vergeten. Alle kanten op, check de bodem. En dat was hem. Ik zeg, kom erbij, gefeliciteerd. Mag ik een applausje voor Mattia, dames en heren? Ik kon hem maken. Kan jij het beter? Nee. Die mag je bij hem inleveren. Shoelace. Kijk, die zijn zeker leuk. Ik kan het niet beter. Gefeliciteerd. Ik ben helemaal buiten adem gevallen. De setting, ja precies. De setting hier, dan heb je al meteen het gaming gevolgd. Goedemorgen, het is dag 2 vandaag van Dreamhack. En ik ben mijn spullen even aan het inpakken. Olivia is bij mijn ouders. Nikki is al werken. Ik heb me net aangekleed. Ik dacht, ik doe dit shirtje aan, deze trui. Want dat was 3 jaar geleden had ik deze trui ook aan op Dreamhack. En ik vond het wel grappig. Dus ik ben klaar om te gaan. Dus gaan jullie mee? Hier, daar zijn we weer aangekomen in Rotterdam bij de Ahoy voor Dreamhack. Let's go! Demonstratiegedeeltes. Skates uit de hardware ook, super hard net. Wij zijn live hier. Naast ons zit Melania. Binnenkomt is dan wel jou. Alles natuurlijk gaming en related. En daarnaast zien we ook een coolstand. Ja, hallo, we zijn in de. Wat is dit eigenlijk? De Creator Lounge is het. En ik heb net gestreamd, dat is super leuk. Er zijn allemaal leuke mensen. Puk is er, die zou ik zo ook nog even laten zien. Is ze nou net weg of is ze er nog? Nee, ze is net weg. En nu hebben we de meet and greet, dus ik ga er gauw heen. En misschien vlog ik er nog wel wat van. Hallo. Hij doet het. Hier is de meet-up, maar ik heb helemaal geen zin om ergens stil te staan. Dus we gaan nu even met deze leuke mensen een rondje lopen. Noah, het broertje van Noah, Stefan en Snik. En dan hoi, hoi. Hoi, sorry, even een monteertje. Nee, helemaal niet. Ja. Is het compare? Is het de meet and greet zit erop. Stik is er nog steeds, Stefan is er ook nog steeds. En we zijn, was super leuk trouwens, echt super veel mensen gesproken. Misschien plaatsen we wel wat foto's in beeld van meet and greet. En nu staan we bij de cosplay contest. En I'm basically looking at the main stage. Ik denk dat ook weten. Nou, ik wil graag weten welke film? Marvel Endgame. Hij komt hier. Als hij goud heeft, dan moet hij dat moet je niet doen. Dus, wacht. Lekker eten. Eten de mens.
dus jullie hebben het al op, joh! Super snel! Dat zoompje was maar zo bij zo! Ja, hij was niet zo groot. Dat klopt. Dat zoompje is het niet in zijn maag ingezwommen. Dreamhack zit er weer op voor mij. Morgen is nog een dag, maar dan ga ik niet, want dan is Nicky gaat de marathon lopen. Dus dan, daar moet ik bij zijn. Dus morgen ben ik niet meer aanwezig op Dreamhack. Maar ik ben weer lekker thuis. Het was echt zo leuk, maar zo intens. En ik ben helemaal gesloten. Dus ik ga gauw onder de douche en dan lekker naar bed. Bedankt voor het kijken. Ik heb geen idee wat ik allemaal gevlogd heb, maar het zal vast leuk zijn. Thanks voor het kijken. Laat een leuke comment achter. Een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je graag bij een volgende video. Doei allemaal! Thank you.